Welkom bij Centerparks het Heiderbos. Ons park blijft geopend. De Aquamundo, Jungle Dome, Action Factory, Old Barn Bowling, Fashion Store en Toys and Souvenirs zijn tot en met 19 januari gesloten. Voor de familie Koos van Weerdenburg uit de buurt van Amsterdam maakt dat niet uit. De 48-jarige boekhouder Jeroen en de 1 jaar oudere basisschooljuf Petra waren samen met hun kinderen Fransje, Lin en Eve toe aan een andere omgeving. Ik wilde per se weg. Het was echt zo van, ik wil gewoon een andere omgeving om me heen hebben. Ik wil gewoon even ergens anders zitten. En thuis weet ik wel. En als je thuis blijft en je gaat ergens anders lopen, dan zit je nog steeds in dezelfde omgeving. En ja, als je een huisje ergens boekt, je zit in een ander huisje. Dus de omgeving is anders van het huisje. En dan ook nog buiten heel anders. Dus daar had ik behoefte aan. Jongens, is Cluedo oké? Ja. Wie ben jij? We hebben er wel even over nagedacht of we zouden gaan of niet. Maar Jeroen, mijn man, die werkt al vanaf maart thuis. Dus die zit bij ons boven op een klein kamertje 5 dagen in de week te werken. Je bent gewoon heel veel binnen in dezelfde omgeving, ja, in je huis. En dat maakt dat de muren wel een beetje op je afkomen. Ik ben rood. Oké, ben ik blauw. Het is voornamelijk voor de kinderen heel jammer. Vooral dat het zwemparadijs dicht is, het Aquamundo. Ik zou wel mee zijn gegaan, maar ik kan zonder. Dus, het is jammer dat je niet even kan uit eten en dat soort dingen. Dat is ook altijd wel gezellig met de kinderen. Maar ja, daar moet je maar omheen manoeuvreren. De meeste mensen gaan naar een bungalowpark omdat alle voorzieningen en vermaak binnen handbereik liggen. Maar juist die dingen zijn nu dicht. Het is wel natuurlijk jammer, want we komen hier. Dat zwembad is natuurlijk voor de kinderen eigenlijk waarvoor je hier ook voor een groot deel komt. Dus die, zeker de jongste zat vanochtend ook, kunnen ze dan niet het zwembad voor 1 gezin open doen? Goed zo. Wow. Het vakantiepark heeft niet te klagen over de bezetting in deze tijd. Nou, op dit moment hebben we zo'n 55% bezetting. Dat is natuurlijk minder als we normaal gesproken. We missen eigenlijk al de Duitse gast. Want normaal gesproken hebben we zo'n 35-40% Duitse gasten. En die zijn er nu niet. Anders hadden we vol gezeten. Extra veel rust voor deze familie dus. Ook als zij na het spelletje Cluedo nog buiten willen gaan wandelen.